Faya, ja? Voor dit experiment, ja? Heb ik jouw toestemming nodig. Oké. En daarvoor dit toestemmingsformulier. Oké. Die gaan we even invullen. Eerst heb ik even de tijd nodig. Je hebt je telefoon bij als het goed is, hè? Ja. Zou je die even willen pakken? Even willen zeggen hoe laat het is. 13:42. 13:42. Locatie Curaçao. Ja. Dan heb ik even je handtekening nodig. Vertel me. Perfect. Oké, dan wil ik aan je vragen om deze even twee keer op te vouwen en in je achterzak te steken. Oké. Ik ga je uitleggen waar dit experiment om draait. Te beginnen, daarmee. 4 paintballguns met de kleuren rood, geel, groen en blauw. Eén van deze 4 guns is helemaal tot de nok toe gevuld met balletjes. De andere 3, die zijn leeg. En zometeen gaan we 3 van deze 4 guns afschieten. Oké. En jij bent degene die mag bepalen welke 3. Oké. Er is nog één dingetje wat ik je moet vertellen. Jij gaat zometeen voor de schietschijf staan. Oké. Leuk, maar niet thuis. Om de guns af te vuren heb ik een professional ingeschakeld. En dat is Henk. Kom er even bij, Henk. Hij is degene die er zometeen 3 gaat afvuren. Is alles duidelijk voor je? Ja. Dan mag je voor de schietschijf gaan staan. Kijk goed naar de 4 kleuren. Laat je gevoel even inzinken. En besef je dat 1 van deze 4 guns geladen is. Noem je eerste kleur. Rood. Zeker? Henk, zou je nummer 1 willen pakken? Nee, dat durf ik echt niet. Ik durf echt niet te kijken. Vertrouw in jezelf. Oké. Vuur! Kering, sorry. Nummer 1 was leeg. Ja, oké. Goed gedaan. Je mag je volgende keus gaan maken. En er zijn er nog 3 over. Welke kleur kies je nu? Groen. Groen? Oké. Okay. Zou jij nummer 3 willen pakken? Nee. Vuur. Het zweet op de maksels naar beneden. Zweet gewoon. Oké. Okay. Tot slot. Faya, maak je hoofd nog 1 keer helemaal leeg. Concentreer je. We begonnen met 4 guns. En maak je laatste keuze nu. Blauw. Jezus. Ik leef nog en mijn oog zit er nog in. Nou, ben ik wel benieuwd naar die kogels in die gele. Henk, zou jij nummer 2 kunnen pakken? Je had die kunnen kiezen. Op elk moment. Vuur! Huh? Jij hebt alle keuzes zelf gemaakt. Uiteindelijk bleef 2 over. Ja. Ik was natuurlijk zo overtuigd van mijn zaak dat ik dat van tevoren al wist. En er is maar 1 manier om dat echt aan jou te bewijzen. Je had alleen maar op 2 uit kunnen komen. Kijk eens even naar die schietschijf. Hè?
Wat kan dit? En ik wil op alle mogelijke manieren aan je bewijzen dat dit allemaal van tevoren al vaststond. Want als we even kijken naar de volgorde waarin jij de guns hebt laten afvuren, welke volgorde is dat dan? 1, 3 en 4. En 2 bleef over. 1, 3, 4, 2. Komt dat getal je enigszins bekend voor? Over 1. Ik ben dyslectisch. 1, 3, 4, 2, 13 uur 42. Fuck you, echt. Nee. Oh my god. Hoe kan dat? Inderdaad. 13 uur 42, het tijdstip waarop jij je handtekening zette. Wow, die snap ik echt niet. Kijk, ik kon nog ergens denken dat ik dit geel om me heen heb gezien of zo. Weet ik veel, de hele dag. Maar die? Oh, hoe kan dat? 13 uur 42. Dat kun je toch niet precies uitkienen dan? Ik denk, hoe kan dat nou? Want als we 1 minuut later waren geweest, of 1 minuut eerder als hij die tijd vroeg, als ik iets langer die handtekening had gezet, hier ga ik echt nog heel lang over piekeren. Ik geloof toch dat het gewoon magic is.